Goedemorgen en welkom bij Ask Me Anything. Ik ben Linde Pau en ik beantwoord in deze videoreeks al jouw vragen over het thema van de maand bij Zeker van haar zaak. En deze maand is dat sociale media voor freedompreneurs. Dus ook in deze video ga ik een vraag beantwoorden met betrekking tot sociale media. En de vraag is een vraag die van Anne komt en die waarschijnlijk heel herkenbaar gaat zijn voor heel veel mensen. Althans, voor mij was het een heel herkenbare vraag. En ik heb een aantal tips voor Anne om te helpen om daarmee om te gaan. Ik zal misschien haar vraag meteen even stellen. Hey Sarah, leuk dat je aan het kijken bent. Ja, als je aan het kijken bent nu op dit moment live, laat het even weten. Het is altijd leuker om ja, het gevoel te hebben dat je niet tegen een muur zit te praten. Hè. Dus de vraag van Anne die luidt als volgt en ik ga hem eventjes helemaal voorlezen. Staat hier onderaan mijn scherm. Dus Anne vraagt, hoe zorg ik ervoor, of hoe vermijd ik eigenlijk, om niet elke dag op sociale media te zitten, zonder eigenlijk omzetverlies te hebben. Hè? Ik laat mij er steeds aan vangen, zegt ze, om toch minstens meerdere keren per dag te checken. Omdat ik snel wil antwoorden op een reactie of op een privébericht. En hupsakee, het is direct een uur later door Instagram, plus de Instagram inbox, plus mijn Facebookpagina, plus de inbox van die pagina, plus de privé messenger, plus mijn 3 Facebookgroepen. Oh my god, Anne. ik bouw zeker die trust op via privéberichten, maar het kost mij heel veel tijd, waardoor dat ik soms een hele dag bezig ben met sociale media, WhatsApp en e-mail. Sinds gisteren, zegt ze ook, heb ik een Hootsuite-account, maar als ik het goed begrijp, is dat vooral voor het posten een tijdswinst, maar niet voor privégesprekken en reacties te plaatsen. Ja, inderdaad, Anne, dat laatste kan ik al direct beamen. Hè. Dus Hootsuite is in eerste instantie een contentkalender die ervoor kan zorgen dat jij eigenlijk jouw post op voorhand kunt creëren en kunt klaarzetten. En dus niet heel de tijd ja, berichten moet liggen posten en heel de tijd actief moet zijn op sociale media. Maar jouw vraag gaat daar natuurlijk niet over. Jouw vraag gaat vooral van wat doe ik dan met al die reacties die binnenkomen? Die reacties op die posts, privéberichten die binnenkomen. Hoe ga ik daar dan precies mee om? En dat is een heel goede vraag, Anne. En ja, zoals altijd in de Ask Me Anything video's ga ik mijn eigen ervaring delen, hoe dat ik dat aanpak. Het is iets waar ik zelf ook, kan niet zeggen mijn worstel, want ik voel het niet zozeer als een probleem aan, maar het is wel iets wat ik herken. Hè. Ik kan ook inderdaad sommige dagen het gevoel hebben dat ik eigenlijk niks anders gedaan heb dan op sociale media gezeten en dus ja, berichtjes beantwoord heb. Comments beantwoord heb en zo verder. Nu, er zijn een aantal zaken die kunnen helpen aan, zeker als je het gevoel hebt dat counterproductief is. Hè. Er zijn een aantal dingen die je kan doen. Je kan ervoor zorgen dat je die kanalen meer streamlined. Wat bedoel ik daarmee? Het lijkt mij er nu op, of het lijkt in ieder geval, hey dag Judith, leuk dat je aan het kijken bent. Ja, het lijkt erop aan dat je heel veel verschillende kanalen hebt waarmee dat mensen met jou in contact kunnen staan. En misschien kan het handig zijn voor jou om die kanalen te reduceren tot 1 of 2 kanalen. Hè? De dingen die voor jou het beste werken. Je weet dat misschien of je weet dat misschien niet aan. Maar ik gebruik al heel wat jaren bijna geen e-mail niet meer. Zeker niet als het aankomt op customer support geven, vragen beantwoorden, mensen helpen. En waarom is dat zo? Omdat ik eigenlijk heel veel van die vragen bij voorkeur geredirect wil naar WhatsApp of Messenger, omdat ik dat veel makkelijker en sneller communiceren wil, vind. Dus Anne, dat is misschien een eerste tip die ik jou kan geven, is misschien moet je eens reflecteren over de verschillende kanalen die je op dit moment hebt. En of je ze wel allemaal wil behartigen en of je via al die verschillende kanalen effectief al die vragen wilt binnenkrijgen of niet. Als dat niet zo is, dan kan je eens gaan nadenken van oké, kan ik bepaalde
Kan ik bijvoorbeeld de Facebook Messenger uitzetten? Wat kan, hè? Je kan dat bijvoorbeeld van je pagina uitschakelen, zodat mensen jou niet via Facebook Messenger kunnen contacteren. En dan een ander kanaal openzetten. Is het dan e-mail of jouw... whatever dat je dan op dit moment gebruikt. Maar dus één kanaal sluiten om minder kanalen over te houden. Dat is mijn eerste tip die ik geef. Tweede tip die ik je kan geven, dat is... En ik pas hem zelf niet toe, dus ik probeer hier niet heiliger te zijn dan de paus. Maar wat ik wel probeer toe te passen, maar eigenlijk ook niet zo heel goed in ben, dat is om blokken te voorzien in jouw dag. Je geeft het ook zelf aan en je zit ook hele dagen op die sociale media. Is om in plaats van die sociale media open te zetten van 's morgens vroeg en dan, ja, dat ding controleert dan eigenlijk je agenda, is om zelf controle te nemen terug over jouw agenda door te zeggen van, ik ga alleen maar op vaste tijdstippen op sociale media gaan. Vroeger was dat zo, dat was een tip van advies dat ik altijd geef of gegeven heb met betrekking tot e-mail. Bijvoorbeeld door te vermijden, en ik zie nu heel veel mensen dat toepassen in hun out of office, wat ik geweldig vind. Dat is dus door te zeggen van, kijk, ik beantwoord e-mails maar één keer per dag, tussen 4 en 5 bijvoorbeeld, of tussen 8 en 9 's morgens, whatever works best for you. Ik raad dat sowieso vandaag de dag nog altijd iedereen aan om te doen. Ik hanteer die regel ook voor mezelf. Maar je kunt die regel ook perfect toepassen voor jezelf op jouw sociale media door te zeggen van, kijk, van 11 tot 12 is mijn sociale media uurtje in de voormiddag. En dan kijk ik naar berichten die zijn binnengekomen, reacties die zijn binnengekomen en zo verder. Om eigenlijk daarop te kunnen reageren of op te kunnen antwoorden. En als dat uurtje voorbij is, dan ben ik klaar daarmee. En eventueel voorzie ik nog een ander uur tussen 4 en 5 of tussen 4 en kwart voor 5 in de namiddag bijvoorbeeld. Om net hetzelfde te gaan doen. Wat gebeurt daarmee aan? Enerzijds, je gaat efficiënter werken, omdat je jezelf limiteert in hoeveel tijd dat je ter beschikking hebt. En uit ervaring en heel wat studies hebben dat ook aangetoond, dat als je de tijd limiteert voor jezelf om aan een taak te spenderen, dat je daardoor efficiënter gaat gaan werken. Als je zelf heel veel tijd geeft voor een bepaalde taak, wel, dan ga je ook al die tijd gebruiken voor die taak. Dus... het helpt door die blokken in te plannen om efficiënter met je sociale media bezig te zijn. Dat is één. Twee, het zorgt er ook voor dat je controle krijgt over je agenda. Kijk, sociale media is net zoals e-mail. Als je daar niet voor oplet, wel, dan kan het effectief jouw hele dag overnemen. Met andere woorden, andere mensen zijn in charge of your agenda. En als je efficiënt wilt werken en effectief wilt werken en jouw tijd aan de juiste dingen wilt spenderen, dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je zelf controle houdt over jouw agenda. En dat kan dus door sociale media te gaan limiteren tot bepaalde blokken in de dag die dat je voorziet om je daarmee bezig te houden. Dus dat zijn een beetje mijn belangrijkste tip 1 en tip 2. Als er een mogelijkheid is om die aantal kanalen te reduceren en dat werkt beter voor jou, doe dat dan. Als je niet meer via e-mail wilt beantwoorden, stop dan met die e-mail. Als je niet meer via Messenger wilt bereikbaar zijn voor klanten of potentiële klanten, stop daar dan mee. Maar limiteer het aantal kanalen waarop je bereikbaar bent. Dat is één. Twee, limiteer in je eigen agenda en voorzie blokken in je eigen agenda om met sociale media bezig te zijn. En drie, dat is misschien mijn laatste tip. En ik geef hem mee omdat dat hetgene is wat ik nu zelf aan het experimenteren mee ben. Dat is om eigenlijk alle customer support vragen die daar binnenkomen bij mij. En dat is een stuk via e-mail, via Messenger, via Facebook berichten en comments. Om dat eigenlijk over te laten aan iemand anders. De customer support medewerker, zeg maar, die dat gaat overnemen voor mij. Waarom doe ik dat? Omdat ik voor mezelf wel gemerkt heb dat ik niet meteen in mijn, zeg maar, zone of genius
zit. Wanneer mensen mij bijvoorbeeld een bericht sturen en vragen: zeg, kun je mij die factuur nog eens doormailen? Want ik vind die niet meer. Dat zijn zo van die klassieke customer support vragen die dat ik binnenkrijg. En eerlijk waar, of dat ik daar nu op antwoord, of een VA, een assistant die daarop antwoordt en zegt: hier is uw factuur, voor een klant maakt dat helemaal niks uit. Die gaat dat waarschijnlijk zelfs niet eens merken, het verschil. Dus dat is stap nummer 3. Het uitbesteden aan iemand anders. Hè. Al die customer support vragen die binnenkomen. Maar ik raad dat natuurlijk alleen maar aan op het moment dat je oefening 1 en 2 al gedaan hebt. Dat je dat goed georganiseerd en goed gestructureerd hebt. Waarom? Om kwestie te vermijden dat jouw virtuele assistent, bij wijze van spreken, zelf dag en nacht bezig is met het managen van jouw sociale media vragen en alle vragen die van klanten binnenkomen. Wat de consequentie zal zijn, dat je heel veel geld gaat uitgeven aan een VA die eigenlijk 24/7 bezig is om al die customer support vragen te beantwoorden. Dus probeer in eerste instantie een systeem te ontwikkelen dat goed werkt voor jou, dat efficiënt en effectief werkt voor jou, vooraleer dat je het aan iemand anders gaat uitbesteden. Want als je het zelf niet goed kan doen, wel, dan is het heel moeilijk om instructies te geven aan iemand anders om dat op die manier efficiënt aan te pakken. Voilà, Anne, dat waren denk ik mijn belangrijkste tips met betrekking tot ja, die sociale media activiteiten terug in de hand te nemen en dat op een zeer efficiënte manier doen. Zeer belangrijk zou ik zo zeggen, in ieder geval wanneer dat op sociale media zit, niet meteen jouw zone of genius is. Als jij denkt van dat is wel mijn zone of genius, dat is waar dat ik mijn energie uithaal en dat is de beste manier waarop dat ik mijn bedrijf kan laten groeien en kan laten bloeien. Wel, zit dan vooral veel op die sociale media. Maar als dat niet het geval is, als je beter bent in andere dingen doen, wel, probeer dan die tijd zoveel mogelijk te reduceren, no matter what. Voilà aan. Ik hoop dat ik daarmee jouw vraag beantwoord heb. Sarah, Judith, merci ook om te kijken en aan een aantal andere mensen die ook op dit moment live aan het kijken zijn. Zet sowieso even jouw bedenkingen of jouw ideeën ook in de comments hieronder aan de video. Ik ga vandaag nog een aantal Ask Me Anything video's beantwoorden, waarin dat ik, of shooten liever, waarin dat ik jouw vragen beantwoord over sociale media voor freedompreneurs. Dus ik zie je waarschijnlijk later, binnen enkele minuutjes zelfs, terug in een volgende Ask Me Anything video. Ciao en merci om te kijken!